Rond 1750 werden al wedstrijden georganiseerd voor de vracht- en beurtschepen in Friesland. En daaruit is in de 20e eeuw het skutjesieden ontstaan, zoals we dat vandaag de dag kennen. Een skutje is een Fries tjalkachtig schip, bestemd voor de vrachtvaart onder zeil. En het werd gebruikt voor de vaart op de binnenwateren. Het zijn platbodems die werden gebouwd om turf, mest en andere lading tot bij de boerderij te brengen. Hiervoor moesten de schepen in ondiepe wateren en daarom werden ze ook plat gemaakt. Van dit scheepstype zijn er tussen 1887 en 1933 zo'n 1200 gebouwd. Nog 80 van deze historische schepen zeilen mee in de wedstrijden. Elk jaar worden deze zeilwedstrijden, het skutjesieden, georganiseerd. En iedereen die ook maar iets voor zeilen voelt, volgt de strijd op de voet. De grote strijd bij het SKS gaat over 11 wedstrijden. En de kampioen is de schipper met de minste punten op het eind van deze serie. Brouwer, Visser, Mink en Zwaga zijn de namen die vaak op de erelijst voorkomen. Dit is een sensationele stuk.